Goedendag. Gisteren zware buien boven Nederland leverden wel mooie foto's op. Zoals deze foto die gisteren bij Wageningen werd gemaakt. Soms kleurde de lucht ook helemaal groen. Zware windstoot ook, zeer zware windstoot. Boven 100 km per uur werd lokaal gemeten. En natuurlijk was er daardoor ook schade. Vandaag kunnen er weer een aantal van die forse buien gaan overtrekken. Het ziet ernaar uit dat dat vooral in het uiterste zuidoosten van het land zal zijn. We gaan de beelden er eens even bij pakken. En ik begin met de satellietfoto van vanochtend. En wat we dan zien is een behoorlijke wolkenpluk boven Groot-Brittannië en het westen van Frankrijk. Maar ook een wolkenpluk boven het centrale deel van Frankrijk, rond Parijs. En dat zijn stevige buien die al tot ontwikkeling zijn gekomen. Die buien die trekken geleidelijk aan richting het noordoosten. En vanmiddag bereiken ze het zuidoosten van Nederland. Daar is het dan inmiddels ook al flink opgewarmd. Verder, deze bewolking, daar zit flink wat regen in en daar gaat ook over Nederland trekken. En dat levert vanmiddag en vanavond grote verschillen in neerslaghoeveelheden op. Zeker ook omdat die zware buien in het zuidoosten echt voor veel neerslag kunnen gaan zorgen. Ik pak het weermodel er eens bij. Dit is het weermodel Harmonie. En dan kunnen we mooi zien hoe die neerslag zich gaat ontwikkelen vanmiddag. Ik zet de animatie aan en ik zet de animatie ook weer op pauze. En dan zien we vanmiddag dat over het zuidoosten van het land de meest actieve neerslag trekt. Geel-rood. Naarmate het verder naar Duitsland trekt, zal het nog verder intensiveren, omdat de temperatuur hier nog verder oploopt. Ook in het westen en midden van het land regen. Maar niet zoveel als in het zuidoosten, lang niet zoveel. En in het noorden is het in eerste instantie nog droog, maar ook daar gaat het wel regenen. Dat kunnen we goed zien als ik de animatie weer aanzet. Vanavond wordt het dan overal droog, met uitzondering van het noorden. Daar kan vannacht ook nog een enkel buitje vallen, maar dat zijn echt van die kleine pieterpeuterbuitjes. Daar hebben we niet zoveel mee te maken. En zaterdag overdag blijft het dan droog. Nou zagen we die intense neerslag in het zuidoosten. En dat betekent dat daar ook de meeste neerslag gaat vallen. Als ik de accumulatie aanzet van het millimeters neerslag, dan kunnen we dat ook mooi zien. Naarmate de dag vordert zien we heel veel neerslag in het zuidoosten. En in het noorden valt het allemaal wel mee. En we zien ook dat de klok nog loopt. Zaterdag valt er geen regen. Dat is een droge dag. Als we dan gaan kijken wat er vanmiddag en vanavond in totaal gaat vallen, in een redelijk kort tijdsbestek eigenlijk, dan zien we dat in het noorden het allemaal reuze meevalt. Daar valt zo'n, laten we zeggen, 1 tot 5 millimeter neerslag. Dan krijgen we een band in het midden van het land waar zo'n 5 tot 10 millimeter neerslag valt. En in het uiterste zuidoosten, waar die zeer zware buien kunnen overtrekken, ja, dan gaat het model zelfs uit dat er meer dan 50 millimeter lokaal kan vallen. En dan hebben we het dus echt wel over extreem weer. Zeker ook in dit gebied met al die heuvels. Als er zoveel water in korte tijd valt, kan dat tot problemen gaan leiden. Overigens in dit gebied ook de zwaarste buien in de zin van onweer, hagel en zeer zware windstoten. We houden er opnieuw rekening mee dat er windstoten voor kunnen komen boven de 100 km per uur in het zuiden van Limburg. Ja, het blijft natuurlijk een weermodel. Een enkel model laat die neerslag ook wat meer noordelijk komen. Een ander model laat het zelfs nog wat zuidelijker. Dus dat is eventjes afwachten. We hebben het in ieder geval nu even op deze manier samengevat. In het gele gebied nauwelijks risico op extreem weer. Daar gaat het wel regenen. Maar extreem weer, dat verwachten we niet. Natuurlijk, er kan een onweersbui voorbij schuiven. Maar het extreme weer zien we in het zuidoosten. En met name voor Limburg. Er staat nu een code geel uit voor de zuidelijke provincies. En ook in het midden van het land is dat het geval. Het is niet uitgesloten dat in de loop van de ochtend besloten wordt om Limburg naar code oranje te brengen, als we duidelijker kunnen zien hoe die buien richting Nederland gaan trekken. Ja, en wat zijn die risico's dan? Ik noem ze nog maar een keertje. Zeer veel neerslag in korte tijd, hagel, veel onweer en die zeer zware windstoten. Ja, en dat leidt tot problemen, dat kan tot schade gaan leiden. Dat hebben we gisteren ook al gemerkt. Ik zet het ook nog eventjes op kaart achter elkaar. Dan zien we dat het in het zuidoosten van het land eerst nog flink kan opwarmen voor de buien uit. Misschien wel 25, 26 graden. In het midden van het land dan zo rond 20, 22 graden. In het noorden nog iets frisser. Vanuit het zuidwesten neemt die bewolking toe en gaat het uiteindelijk regenen. En dan vanavond, dan regent het waarschijnlijk ook nog wel, met name de oostelijke helft van het land. Maar dat trekt dan vrij snel weg, dan gaat het opklaren. En vannacht is het dan een stuk rustiger. En houden we er alleen rekening mee dat er in het noorden nog een enkel klein buitje kan vallen. Minima komende nacht zo tussen 10 en 11 graden bij een matige wind uit westelijke richtingen. Later vandaag kom ik met het weekendweerbericht. Ik kan wel vast verklappen dat dat er een stuk beter uitziet dan komende middag. Nog fijne dag.